kijk overal wat ik heb blaar op mijn lichaam. Hallo allemaal, vandaag weer eens een nieuwe vakantievlog op mijn kanaal. Dit is weer de derde vakantievlog. En in de derde vakantievlog wil ik graag mijn huisje laten zien, de camper laten zien, het zwembad, etc. Dus laten we maar beginnen. Ik zit nu op een fiets. Daarmee gaan we over de camping fietsen. Dus laten we beginnen. We zijn nu in het midden van de camping. Ongeveer daarvan begin ik met fietsen. Dus laten we beginnen. Ik fiets nu vanaf de speeltuin. Daar begin ik nu met fietsen. We gaan eerst richting het zwembad, dat is dichtstbij. Dan ga ik jullie laten zien. Daar is ook veel anders in de buurt. Dus dat ga ik jullie laten zien. Ja, en daar zijn we dan. We zijn nu bij het zwembad. Ik heb Denne nu net heen gefietst. Het is niet zo heel ver fietsen vanaf het huisje. Kijk, daar staat het. Welkom. Ik ga jullie eerst het zwembad laten zien. Het zwembad is van 9 tot 7. 9 ochtend tot 7 uur. 's avonds open. En dit is het. Hier is de bad. Heel groot met een tunneltje daar. Kan je in die stenen. Een beetje plat met drotsen voor dingen. Het is wel leuk voor de kleine kinderen. Lopen we wat verder. Hier hebben we het animatie. Hier hebben we het animatiepodium. Daar is elke keer optreden in de hoofd. En dat is het grootste animatiepersoon. Dat is degene die natuurlijk elke avond bij de kleine kinderen op trainings komt. Ik loop nu even naar het tweede bad toe. Die is iets leuker. Kijk, dit is het tweede bad. Hier, daar is het bad. En daar is een hoge beeld met water erop en dan diep iedereen elkaar eraf en met banden en zo. Heel leuk, het is niet diep, het water is niet koud en de bodem is van iets zachts. Een derde bad. En dat is het bad van de glijbanen. Daar ga ik nu eventjes heen. Hier heb je eventjes het restaurant. Je kan daar pizza's kopen, die zijn heel lekker hier, heel groot. Je kan hier ijsjes halen, dat is heel anders dan Nederland. Ze hebben best wel zo'n klein ijsding. Dan hebben ze hier gewoon een grote spaat waar ze een ijs in hakken en je bol doen. Dus dat is een stuk groter. Kijk, dit is het bad van de glijbanen. Daar heb je dus niet zo groot als de grote glijbanen. Dat zijn die. Dat zijn de twee glijbanen. Daarboven zit het wachter. Dat zijn twee glijbanen, die zijn heel glad en het is heel leuk om met je band eraf te gaan. Ja, dat was het zwembad eigenlijk wel. Kijk, hier nog een keertje vanuit het huisje hier, die stond. Het zwembad. Oh, parasoletjes, de waterglijbaan. Ik ben al een paar dagen hier. In de paar dagen dat ik hier was, ben ik al verbrand. Ik was eergisteren van 9 uur. 5 uur in het zwembad gelegen, in de heepgezon. En water reflecteren ook nog gezond, dus ik ben helemaal verbrand. Kijk, overal zit er blaar op mijn lichaam. Heel mijn rug en buik. Ik zal wel eventjes een foto laten zien. Ik denk dat we maar doorgaan naar de openbare grote speeltuin hier op de camping. Dit is al het eten wat je hier kan halen. En de pizza's, die staan hier. Ik loop nu terug naar de fiets en ik ga
naar de speeltuin. Ik heb ook nog wat gezegd. Ik heb na de tweede dag dat we hier waren, liep ik een beetje met Jorrie en Pokémon te zoeken, want dat kan natuurlijk gewoon. Toen hadden we een powerbank gevonden, die laatste is heel roze. Dus dat is niet zo mooi. En daar, een paar dagen, de nacht daarna, waren we naar een stadje gegaan, de Piombino. En daar hebben we 15 euro op de grond gevonden, daar hebben we een ijsbad gehad. Dus we zijn gebondpunten. En nu op naar de speeltuin. Nu ik toch moet wachten voor de auto's die hier langs rijden. We hebben allemaal een bandje gekregen van de camping Pak Albatros. En we zijn bij de speeltuin. Ik zal jullie speeltuin laten zien. Er zijn heel veel geschreeuwde kinderen. Dus let daar maar eventjes niet op. Oh, er valt er eentje. Hier is een heel groot. Nou, wat zeg ik nou? Niet zo heel groot. Klimbos, kan je lekker klimmen. Hier is nog minigolf. Hier is heel de speeltuin. Waar je kan spelen. En naast de hele grote openbare speeltuin. Hij is best groot. Er zit nog een soort tokkenbaan. Er zit daar nog een tokkenbaan. Er was dus een kraaienest. Hier nog een groot schaken. En hier is het grote openbare plek. Daar is de ijsko. Die is heel leuk. Een lekkere ijsko, heel groot. Ik zeg. Hier is de informatiepunt. Daar is de kidsclub. En hier zijn nog veel meer dingen, dus zal ik u even laten zien. Vergeten. Zo, allemaal wel. Hier is een soort mini-bioscoop met 6D. 6D, dat, ik weet niet of dat al bestaat, maar hier hebben ze het al. Dino! Top. Allemaal allemaal kraampjes. En aan de weg waar we net waren, om zaterdag en dinsdag, als het goed is, ook kraampjes. Hier staan ook nog wat winkeltjes. Hier is een game ding. Hier zitten van soms mensen spelen. Daar is de hele grote de supermarkt van de camping. Dat wil ik bijna. Daar is alles drie keer zo duur als in Nederland. Daar kost Yogi, weet je wel, zo'n fles. Zo'n grote fles die normaal 60 cent kost of zo. Die kost daar 2 euro. Hier de ijskool. Lekker ijs. Hier hebben we een beetje dadelijk de wat mensen die meestal in de casino zitten plek. Poeltafels en zo. Bij het zwemmen staat ook nog een kapper. Die zit hier niet. Ik moet nodig mijn haar knippen, zie je. Daarom heb ik nu ook een petje op. En het wordt weer. Maar ik denk dat we weer terug naar de fiets gaan. En het wel gezien hebben. Daarachter is ook nog wel even een restaurantje. Maar dan moet je altijd reserveren. Dan gaan we nu naar het speetje, het waspunt met alle douches. Hier in Italië kan je als Italiaan het water wel drinken. Want dan ben je eraan gewend. Maar als buitenlander kan je het water niet drinken. Kan wel, maar dan word je eerst heel ziek van. Want er zit meer chloor in dan in Nederland. Je zal het niet lekker vinden en je zal er ziek van worden. Dus wij moeten water in flessen kopen in de winkel. En dan heb je minder zin om een glasje water uit de kraan te halen. Het is niet zo erg als je iets binnenkrijgt. Het is hetzelfde. Je kunt hetzelfde voorstellen als je water uit je zwembad drinkt. Dat zit heel veel chloor in. Het is niet fijn dat je buik bent altijd. En dat soort water komt in Italië uit de kraan. Daar binnen is het. Daar zijn de douches, dus het is mooi. Even kijken. Ik kan niet weten of ik het kan zien. Dat is even privacy. Kijk, het ziet er een beetje zo uit daar.
Ja, het zal wel. Dan gaan we nu door naar de plaats waar je voetbalt en volleybalt. Daar is een auto, jongens. Dus daar hebben we daarop staan volleyballen. En dat was het voetbalveldje. Het is nu ietsjes later, want ik had nog eventjes snel tussendoor gegeten. Maar we gaan nu gewoon weer hier verder. Dus laten we verder gaan. We gaan nu naar mijn huisje, die wil ik graag laten zien. Dit is het voorstuk van ons huisje. Dat is ons voorstuk van ons huisje. En we gaan nu eventjes naar binnen. Hier liggen onze baddingen. Hier staat de tafel met een lampje en zo voor 's nachts. En dan is dit onze tent van binnen. Een kleine koelkast en een ventilator voor de warmte. Hier liggen al onze yoga-spullen. Daar de wc. Een aanrecht. En we hebben allemaal een dubbel dekken bed. En voor de rest is niet zoveel meer. We gaan vooral veel weg naar andere plaatjes. En naar het zwembad en zo. Dus ga ik hier de vlog afsluiten. Zie ik jullie de volgende keer weer. Later.